De laatste finalist is Bouke. De hunk uit Emmen heeft, net als Elvis, inmiddels zijn eigen fanclub. En zijn stem lijkt angstaanjagend veel op die van de King. En Elvis is voor Bouke dan ook een ongelooflijk groot voorbeeld. Elvis is voor mij een hele grote inspiratiebron. Hij is voor mij, ik denk, de grootste artiest die ooit heeft geleefd. Ik denk dat Elvis met heel veel geloofwaardigheid zingt. En dat hij gewoon echt 100% zijn bezieling in de liedjes gooit. Ik ga vanavond Lilla's Conversation zingen. En ik vind dat een heel mooi liedje, omdat zoveel jaar na zijn dood scoorde Elvis ineens weer een nummer 1 hit. En heel veel jongeren kennen hem opeens ook als jong. En niet alleen als de Elvis van 77. Conversation, a little more action, please. All this aggravation and satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less bite, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Baby, close your eyes and listen to the music. Dick to the summer breeze. It's a good night, I can show you how to use it. Come along with me and put your mind at ease. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation and satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less bite, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. Baby, satisfy me. Satisfy me, baby. Come on, baby, I'm tired of talking. Grab your coat and let's start walking. Come on, come on. Come on, come on. Come on, come on. Don't procrastinate, don't articulate. Girl, it's Gatlin, you just said wait around. Hey, a little less conversation, a little more action, please. All this aggravation and satisfaction in me. A little more bite, a little less bark. A little less bite, a little more spark. Close your mouth and open up your heart. And baby, satisfy me. Goed gedaan. Goed gedaan, heerlijk. Wauw. Gaat het? Ja, ja. Beetje duizelig. Beetje duizelig. Een beetje zuurstof anders. Zuurstoflesje. Hey Bouke, dit was echt een fantastisch swingend nummer. Heerlijk hoe je dat staat te zingen. Dankjewel. Maar dat doe je vaker in het land, of niet? Dit liedje is de eerste keer dat ik dit liedje doe, tenminste in deze stijl. Oh, okay. Maar je treedt wel veel op in het land. Ja, ik treed veel. En je hebt ook albums uitgebracht. Maar hoe belangrijk is deze show voor jou vanavond? Hoe belangrijk is het voor je? Nou ja, ik bedoel, er zijn toch heel veel mensen in Nederland die ernaar kijken, dus en dat is... Oh? Eén koppertje! Nee, dat klopt. Dat is zo. Nee, maar dat is ook zo. Ik bedoel, met de herhalingen mee zaten we toch al op 100.000. Dus dat... Ik denk, naar de telejak kijken nog meer mensen, maar dat maakt niet uit. Het gaat om het gevoel, Bouke. Het gaat om... En heeft hij het geweldig gedaan? Ja! Ja! Oké, ja, maar helaas, een wedstrijd is een wedstrijd. En voor twee finalisten valt meteen na de break het doek. Deze arena zit vol met Elvis-fans. En omdat het de finale is, gaan jullie allemaal bepalen welke drie kandidaten doorgaan naar de volgende ronde. Dus mensen hier in de studio, jullie bepalen de namen. Laat ik ze er allemaal even bij roepen. Onze kandidaten, alle kandidaten. Ron, Piek, André en Kirby, kom maar bij. Ja, kom maar bij, jongens. Ze hebben zo hun best gedaan. En het is heel makkelijk. Ga je voor het fantastische optreden van Ron, dan sms... Ja! Nou, je hebt in ieder geval al één sms'je, Ron. Sms Ron naar 3040. Ga je voor het charmante optreden van Piek met haar fragiele stemmetje en zijn prachtige performance. Dan sms je Piek aan naar 3040. Nee, niet Piek aan, maar Piek naar 3040. Om het geweldig optreden met die heerlijke heupbewegingen van André. Dan is het André naar 3040. Dat is goed. Of Kirby met haar emotionele eerbetoon aan haar papa. Kirby, 3040. Moet je daar indrukken. Of ga je toch voor die ongelofelijke spetter uit Friesland. Of uit de Emmen, wou ik zeggen. Ja, dat is die andere. SMS dan Bouke naar 3040. En dat mocht je nu doen, mensen. Kom op, kom op, sms'en. Welke twee kandidaten worden na de break naar huis gestuurd? Blijf kijken. Straks hebben we ook nog de finale van de Elvis-quiz. En natuurlijk een...
waanzinnig optreden van de cast van de hip musical Amsterdam Love Me Tender. Mis het niet. Tot zo. Zelf is. Voor de break zag je de optredens van Ron, Piek, André, Kirby en Bauke. Het is fantastisch dat ze natuurlijk al de finale hebben bereikt. Het publiek heeft inmiddels kunnen stemmen tijdens de break. En voor de twee finalisten eindigt nu al Waar is Elvis? Gordon, jij hebt de uitslag. Ja. En wie mag het slechte nieuws weer brengen? Natuurlijk. Vijf fantastische finalisten. De afgelopen vier weken zijn niet onmerkzaam voorbij gegaan. Er is heel veel over het programma gesproken. Maar één ding konden ze niet aan tornen. En dat was aan de kwaliteit van de kandidaten. Want wat hebben ze het fantastisch gedaan. Maar zoals in elke wedstrijd moeten er twee in deze ronde al het veld ruimen. Wie kwam er het meest in de buurt van de legendarische King? En wie overtuigde het publiek met zijn moves, met haar stem of met alles wat maar talent te noemen was? De twee namen die ik nu ga noemen zijn niet een ronde verder. Als eerste is het Return to Sender. Voor André! Ah. Met al je moves. Helaas, André. Jammer, jongen. Ja, zeker jammer. Ja. Ja. Ik heb genoten, dus. Ja, je vond het toch leuk? Ja, geef hem een groot applaus, André! Oké. Dankjewel. And it's the battlefield out there, ladies and gentlemen. Next contestant who isn't going to pass through the next round is... Kirby! Oh my god, Kirby, helaas. Geef een groot applaus, want ze heeft het fantastisch gedaan. Dankjewel, Kirby. Dat betekent, dames en heren, dat wij de volgende ronde gaan spelen met Ron, Piek en Bauke. Ja, straks gaat de strijd verder en zingen onze kandidaten meer hits van Elvis, waaronder de klassieker Suspicious Minds. Dat Elvis de meest invloedrijke popartiest ooit was, dat weten we. Maar wat maakt hem nou zo bijzonder? We hebben nog wat feitjes op een rij gezet. De King of Rock'n'Roll is zonder twijfel de meest succesvolle en invloedrijke zanger van de 20e eeuw. Zijn invloed op popmuziek is fenomenaal. Door zijn stem, veelzijdigheid en looks ontpopt Elvis zich al snel tot superster. Elvis schittert ook op het witte doek als acteur. In 1956 verschijnt zijn eerste film Love Me Tender. Andere films volgen snel met Jailhouse Rock als een van de kaskrakers. Ondertussen blijven de wereldhits onverminderd doorgaan. Good Luck Charm, Devil in Disguise en Wooden Heart staan ook in ons land op nummer 1 in de top 40. Ook wereldsterren van nu laten zich inspireren door Elvis. Robbie Williams scoort een grote hit met Advertising Space, geïnspireerd op The King. De Nederlandse DJ Junkie XL breekt wereldwijd door met een remix van de Elvis-hit A Little Less Conversation. Elvis Presley is met meer dan 1 biljoen verkochte platen nog steeds een van de beste.